Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Ik heb weer een nieuwe steak voor jullie en dat is deze. Het is de Peak Steak. En je maakt ze met vaste en zeg maar verlaagde vaste. Die ga ik jullie nu uitleggen. Het is wel een leuke steak om... je kan bijvoorbeeld je restjes mee opwerken of met meerdere kleuren werken. Of je zou eerst ook gewoon één kleur kunnen gebruiken. Maar dan vind ik eigenlijk dat die pieken zeg maar, die je hierin krijgt niet zo heel mooi uitkomen. Maar goed... We gaan aan de slag. Je hebt garen nodig. Ik heb een haaknaald 4,5. Je maakt je opzetlus. En dan gaan we nu een meervoud maken van 6. En als je werk zo lang is, zoals je hem hebben wilt, dan is het nog plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik maak hem nu even zo lang. En dan nog even plus 2. 1, 2. Dan gaan we naar rij 1. Je slaat de eerste steek vanaf de naald over en de tweede steek haak je een vaste. En de volgende steek een vaste. En dat doe je tot je helemaal aan het einde bent van je rij. Dus in elke steek haak je een vaste. Zo. Kijk even welke haaknaald je nodig hebt voor jouw garen. Ik werk het meest in mijn filmpjes met royal garen, omdat dat allemaal niet zo duur is. Je hebt er allemaal best wel leuke kleurtjes van ook. Zo, de laatste steek vaste. En heb je rij 1 af. En dan gaan we naar rij 2. Je haakt 1 losse en 1 keertje werk. En die losse telt niet mee. En dan moet je in de eerste steek haak je weer een vaste. Sorry voor mijn gehoest, maar ik ben een klein beetje verkouden aan het worden. En in elke volgende steek haak je ook weer een vaste. Tot je weer bij het einde van je toer bent. Of van je rij, hoe je het ook wilt noemen. Nou, dit is niet zo heel erg moeilijk. Je gaat nu zeg maar dus allemaal vaste haken. En dat doe je voor 6 rijen. Dus dat is rij 1, rij 2. En dat doe je dus nog even tot je bij rij 6 bent. En dan kom ik bij je terug. Zo, nu heb ik 6 rijen met vaste gemaakt. En in de laatste ga ik hem niet helemaal afhaken, de laatste vaste. Dan gaan we een kleur wisselen. Dus je doet wel je haaknaald door die steek heen. Je haalt een draadje op. Wat je dan doet, is je pakt je volgende draadje. En die haal je door de laatste 2 lusjes heen. Ze hebben gelijk mooi van kleur gewisseld. Je kunt ze eventueel gelijk al aan elkaar vastknopen of laten afhechten. Haak er weer 1 losse en je gaat je werk keren. Nu zijn we bij rij 7. En straks ga je deze rij erin herhalen. Rij 7 tot 12 is allemaal herhaling. Je gaat in de eerste steek haak je een vaste. En nu gaan we verlaagde vaste haken. Dat betekent dat je, zeg maar deze rij doe je normaal je vaste. En dan gaan we 1 rij naar onder. Dus dit was zeg maar van rij 5. Dus daar doe je dan in de volgende steek, zou hier zitten en dan ga je eentje eronder. Haaknaald. Je haalt het draadje omhoog. Niet te strak, anders gaat je werk zo naar voren buigen en dan wordt het niet mooi. En je haakt je vaste af. Doen we weer voor de volgende. Dit was je... Zou je volgende steek zijn, gaan we niet in die daaronder, maar weer in die daaronder. Dus dat is van rij 4. Draadje omhoog. En haak hem weer vast. Als een vaste. De volgende steek. We gaan niet in rij 5, niet in rij 4, maar in rij 3. Daar doe je haaknaald in. Je haalt een draadje omhoog. En dit keer haal je hem dus nog weer iets verder omhoog, omdat je steeds een rij naar beneden gaat.
en je maakt je vaster af. De volgende steek ga je dus nog weer eentje lager. Je ziet dus dat je een soort trapsgewijs ga je zo naar beneden. Dus waar je hier bent gebleven in deze rij, ga je dus nu weer eentje naar beneden. Ook weer omhoog halen. En je haakt je vaste af. Zorg ook weer dat het niet te los is, want anders krijg je van die hele, van die draadjes die we uit gaan steken, zeg maar. Kijk, deze is eigenlijk al iets te los. Dus die zou je gewoon ietsje strakker kunnen haken. Dus even een beetje op gevoel kijken wat voor jou werkt en wat voor jouw haakwerk het mooist valt. Dan gaan we nog één keer doen. Dus je hebt nu 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we nu, even kijken wat ik nou goed gedaan. Ja, dan gaan we nu in deze steek, dat is van rij, tussen rij 1 en 2 zeg maar, maak je je laatste verlaagde vaste. Dus je maakt 6, je maakt 1 gewone vaste en dan 5 verlaagde vaste en dan ga je steeds 1 rij naar beneden. In de volgende steek ga je weer een gewone vaste doen. En dan ga je in de volgende steek eentje 1 rij naar beneden. Een verlaagde vaste. In de volgende steek ga je niet 1 rij, maar 2 rijen naar beneden. Daar haak je ook je verlaagde vaste. En dan hebben we de volgende steek. Dan ga je niet 1, 2, maar 3 rijen naar beneden. En zo ga je door. De volgende steek ga je niet 1, 2, 3, maar 4 rijen naar beneden. Ik hoop dat het toch een beetje duidelijk te zien is op de camera. En in de volgende steek ga je dus in de allerlaatste steek. Hier maak je laatste verlaagde vaste. Zo ga je door tot je bij het einde bent. Dus dan ga je in de volgende steek haak je een gewone vaste. In de volgende steek haak je een verlaagde vaste in rij daaronder. In de steek daarna haak je een verlaagde vaste in 2 rijen daaronder. In de volgende steek haak je dan niet 2, maar 3 rijen daaronder. Op een gegeven moment ga je vanzelf wel zien waar je in moet steken. Zie je, als je het een beetje uit elkaar trekt, zie je al dat hier schuin de volgende steek zit. Waar je in moet steken. Zie je, dus dit is zeg maar de rij waar je net bent geweest. Dat betekent dat je deze rij, dan eentje naar beneden. Daar doe je haaknaald in. Je gaat steeds schuin naar beneden. En dan doe ik nog één keer. Dus in de volgende steek ga je helemaal tot de laatste. Zie je? Dus deze steek heb je dus 1, 2, 3, 4 in die vijfde rij daar beneden. Daar doe je haaknaald in. Je haalt hem omhoog. En je maakt je vaste af. Zorg dat hij niet aan de buitenkant komt liggen. Dat je het even een beetje zo vasthoudt. En dan hebben we nog één steek over. En daar haak je een normale vaste in. Zo, dit is rij 7. Dan haken we een losse om te keren. En dan gaan we nu in elke steek haken we één vaste. Dit is dus rij 8. Elke steek een vaste. En zorg dat deze aantal steken die je hebt overeenkomen met het begin van rij 1. Ik had zeg maar 20 lossen en dat betekent dat ik uiteindelijk 19 vaste had in rij 1. En dan zou ik dus nu ook weer 19 vaste moeten hebben. Want je maakt nu allemaal pieksteken in series van 6. En die ene laatste vaste, dat is zeg maar een gewone vaste. Zodat je werk mooi afsluit, zeg maar. Zo, zit als rij 8. Dus dat is allemaal vaste. En nu ga je dus weer een losse om te keren. En dan ga je rij 9, 10, 11 en 12. Ga je nu allemaal vaste haken. Dus dat betekent dat je weer eigenlijk
6 rijen hebt, waarvan 5 rijen met vaste en 1 rij dus de pieksteek. Hier had je dus 6 rijen met vaste. En als je de pieksteek gaat haken, heb je dus 5 rijen met vaste en 1 rij met de pieksteek. Dus ga even door tot je tot rij 12 bent en dan kom ik weer bij je terug. Oké, nou heb ik dus weer allerlei vaste gehaakt. Dus tot en met rij 12. En de laatste vaste haak ik niet helemaal af. Ik laat 2 lusjes op mijn haaknaald. Pak de volgende kleur. Je zou er ook voor kunnen kiezen om gewoon in 2 kleuren te werken. Of in meerdere kleuren, maar zo haak je heel mooi je toeren af. Wil je nou bijvoorbeeld met 2 kleuren werken en niet steeds je draadjes afknippen, wat je dan ook zou kunnen doen. Je komt eigenlijk altijd aan dezelfde kant, laat je draadje hangen. Kijk, ik heb hier mijn draadje laten hangen van de paarse toer. Die kun je omhoog halen en daarmee dus je vaste afwerken. Het is dan wel het mooiste om dan op het einde nog een rand met vaste of een paar randen met vaste te haken, zeg maar. Of tenminste een rand met meerdere vaste, zodat je deze draadjes mooi wegwerkt. Maar dit scheelt een hele hoop met aan- en afhechten. En dan kan je natuurlijk ook zeggen, joh, die roze draad laat ik ook hangen. En die trek ik dan straks weer bij de volgende toer. Ik doe nu nog eventjes met een ander kleurtje. Even kijken. Ook hier blauw. Daar haken we dan deze vaste van de toer 12 mee af. En wat we nu gaan doen is dus steeds maar herhalen. Dus toer 7 met de pieksteek. En dan 8, 9, 10, 11, 12 rij met vaste. Dus de rij zeg maar 8, 9, 10, 11, 12 zijn allemaal vaste. Die ga je herhalen. Je maakt er nog een losse om te keren. Nu gaan we weer de pieksteek haken. In de eerste steek haak je een vaste. In de volgende steek ga je een verlaagde vaste doen. Dus in deze steek niet, maar in die steek daaronder haak je een verlaagde vaste. In de volgende steek haak ik een verlaagde vaste, maar dan niet die rij eronder, maar die rij daaronder. Dus je pieken komen steeds lager te zitten. De volgende steek haak ik niet die steek eronder, niet daaronder, want je ziet dat we hier net al gebleven zijn. Die steek ervoor, maar die ga je weer daaronder doen. En de volgende steek gaan we niet hieronder, niet hieronder, niet hieronder, maar hieronder doen. En de laatste pieksteek, die is hier. Hier zie je dan net op deze rij het laatste hebben gedaan. Dat betekent dat we hem hier gaan doen. Waar de vorige pieksteek eigenlijk geëindigd is. En daarom hebben we nu dus ook maar 5 rijen met vaste in plaats van 6 rijen. Zoals in het eerste stukje. En dan komen dus deze steken mooi ook boven elkaar te zitten. Oké, gaan we weer naar de volgende steek. Daar haak je een gewone vaste. En als je het een beetje lastig vindt om te zien waar je naar moet haken, kijk dan gewoon even naar de laatste pieksteek. Trek je naald zo omhoog en dan zie je dat je in deze de gewone vaste moet haken. Als ik het een beetje uit elkaar trek, hoop ik dat je het kunt zien wat ik bedoel. Kijk, we gaan nu dus eigenlijk, even kijken hoor, even iets dichterbij halen op de camera. Kijk, we gaan nu dus eigenlijk schuin naar beneden gaan we de steken haken. Dus je hebt nu deze rij gehad. Dan ga je schuin naar beneden naar de volgende van deze. En dan zie je bij deze is dan weer, even kijken hoor, moet ik het goed zeggen. De volgende steek is dus die rij eronder. En de volgende steek daarna is weer die rij eronder. En dan zie je dus ook, het loopt altijd een klein beetje zigzaggend, dat komt dus overeen met deze steek. En de volgende steek zigzaggend schijnt ze naar beneden, dan zit je in deze rij. De volgende steek moet je in deze insteken en de volgende steek moet je dus hierin steken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Oké, dus we hebben eerst een gewone vaste gemaakt, dan gaan we nu een verlaagde vaste maken in de volgende steek. We zijn in de volgende steek, hadden net de verlaagde die eronder, we moeten weer daaronder. Je zat elke keer een rij verder naar beneden. Zie je dat we hier waren dus net gebleven. En dan gaan we nu hier in de volgende rij daar beneden. Dan hebben we nog eentje.
Niet hieronder, niet hieronder, niet die daaronder. Want als je het uit elkaar haalt, zie je dat dit die rij is waar we de vorige steek hebben gedaan. Dus moet eentje daaronder. Ga ik nog iets te snel, ik hoop het niet. Zet dan even het beeld op pauze of wat langzamer. En de laatste steek, en die gaat dus hier. En zo maak je je toer af. Dan haak ik eerst de gewone vaste. Dan de verlaagde vaste. In elke volgende toer, maar dan ga je steeds weer één vaste verder naar beneden. Dus één rij verder. Dus hier. Één rij eronder, één rij eronder, één rij daaronder. Die hebben we dus allemaal net gehad. Zo zie je. De volgende steek. Die hadden we net gehad. Die hebben we net gehad. Deze hebben we net gehad. Kijk maar. Dat is in deze rij. Dus dat betekent dat je er eentje daaronder nog weer een verlaagde vaste haakt. En dan doen we de allerlaatste verlaagde vaste in deze rij. Kijk. Nou lijkt het misschien of je hier zit. Maar je zit echt in deze rij met je vorige verlaagde vaste. Dus moeten we nu in deze de laatste verlaagde vaste doen. Tenminste, dat is dan in mijn rij. Als jouw werk groter is, ga dan even gewoon door tot je bij het einde bent. En in de allerlaatste steek haak je weer een gewone vaste. Dus dit is zeg maar weer de herhaling van rij 7. Haak je een losse om te keren. Dan ga je in elke steek, vergeet zeker de eerste niet, haak je weer een vaste. En elke volgende steek ook een vaste. En dat doe je dan weer tot je 5 rijen vaste hebt. Dus je hebt nu, heb je, ik zal hem eventjes de toer afmaken hoor. Dan leg ik het zo nog eventjes verder uit. Ik zal het filmpje straks ook eventjes aangeven waar toer 7 is. Dan kun je dan eventueel weer terugspoelen. Om dan weer te kijken hoe het ook weer ging als je het weer vergeten bent. Probeer wel een beetje met dezelfde dikte garen te werken. Want als je dunne garen gebruikt of dikke garen, dan zal je werk misschien ook een beetje anders eruit gaan zien. Zo. Doe nog even één toer met vast hoor. Zo, dus dit was rij 7 die we herhaald hebben. Rij de bovenste rij 8 die we herhaald hebben met vaste. Dus je keert altijd je werk met één keer lossen. En je gaat dan nu nog. Dus in rij 7 heb je de pieksteek gehaakt. Rij 8 is de vaste. Dan doe je nog rij 9, 10, 11, 12. Doe je allemaal vaste haken. En daarna ga je weer verder met de pieksteek. Nou, ik hoop dat het weer duidelijk was, deze steek. En ik hoop ook gauw weer wat nieuws kunnen laten zien op mijn YouTube kanaal. Doei!